Komend naar dit congres zijn er wat zaken op tafel gelegd door de coalitiepartners. En helaas moet ik dat hier behandelen, want ik moet openheid geven aan het congres op basis waarvan men besluiten kan nemen. Dus wat aangeboden is, is dat voor wat betreft het beleid, dat we op dit moment nog steeds het beleid hebben. De verantwoordelijkheid over Minof, Minosee en Rom. Maar dat een oude afspraak met betrekking tot het invullen van een ambassadeurschap, welke niet was nagekomen, dat men dat nu wenst na te komen en dat men de ambassadeurspost aanbiedt in Zwitserland. Verder andere ambassadeposten, zoals de mensen die thuis zijn in de buitenlandse dienst, ambassaderaad, secretaris en dat soort functies. Ik moet aangeven dat daarnaast aangeboden is om RVC-posten waar de twee partners PHP ABOP invulling aan hebben gegeven aan de grote bedrijven, grote instituten, dat men daar mensen gaat bedanken die dubbele functies hebben, dubbele RVC's. En in deze fase, de afgelopen dagen, 8 posities vrijmaakt voor de NPS. De president wil verder praten over functies op directeursniveau, onder directeursniveau bij verschillende instituten en dergelijke. Je moet niet in een samenwerking blijven om posities. Want als dat op de voorgrond wordt gesteld, dan vergeten we wat we zijn in de politiek. We zijn meer dan posities. We gaan voor het belang van het volk. En dat is voor mij belangrijk. En zolang dat niet op de eerste plaats is, ga je Patricia Ednel de stem horen. Dus voor mij is dat niet belangrijk. Want als je vond dat de NPS die posities moest krijgen, dat is het vanaf 4 juli 2020 gehad. Fout doen aan de tien, zei ik gas korosodro nyang. Fout doen aan de sma, zei ik apief nyang, te de opo. Fout doen aan de sma, zei ik apa dak boven het hoofd. Alles wat wij doen, alles wat wij kunnen invullen, zal nu gericht moeten zijn op die doelen. En misschien ga ik een beetje te ver op dit moment, partijgenoten. Maar als ik kijk naar wat nu op tafel ligt, ambassadeur, ambassaderaad, secretaris, RVC's en dergelijke, kan ik die directe lijn naar het grootste probleem waarmee wij op dit moment zitten, kan ik niet zien. Dus, partijgenoten, ik ga uw toestemming vragen, congres, om onze partners, wij appreciëren de efforts, maar netjes te bedanken voor die posities. Dat ook toe, dat moest ik in overweging in mijn besluit. Besluiten dat het faciliteren van leden van de partij in parastatale bedrijven niet in voldoende mate beantwoord aan het streven van de NPS om een daadwerkelijk kwalitatieve bijdrage te leveren ter verbetering van het sociaal beleid. Het congres is daarin niet duidelijk geweest wat er met of niet met de posities zal gebeuren. Het is wel aangegeven door de voorzitter dat het voor hem niet moet en dat we als partij zullen bedanken. Maar het congres
geeft het hoofdbestuur mandaat om verder te onderhandelen. Dus het hoofdbestuur moet in deze duidelijkheid betrachten en aangeven als ze de posities dan of wel niet accepteren. Mijn mening is, als secretaris en als hoofdbestuurslid, anote je ziet dat ik gewegwe dat je karu kofko jusan. Doe bij dat tafra begin dat je bij die doe baso bewani. Want aan het eerste dat we weten dat je kojusani dat we wanneer moren, dat is Patricia Etnelder mening. En daar staat ze 100% achter.